Het Europese voetbal schudde op zijn grondvesten toen 12 topclubs bekendmaakten een eigen Super League te willen beginnen. Het leidde tot woedende reacties bij voetbalbonden en fans. Maar nauwelijks 2 dagen later is het project alweer in elkaar gestort. En ik ga erover praten met chef voetbal, Valentijn Driessen. Valentijn, zelden zullen de dominostenen zo snel zijn omgevallen als met dit idee. De Engelse ploegen stapten eruit en toen was er al geen houden meer aan. Komt dat dan ook door die woedende fans die bij de hekken stonden? Nou, dat komt zeker ook door de woedende fans. Maar ook omdat er totaal geen goede regie is gevoerd. Hè. De geesten waren gewoon nog niet rijp. En zeker niet voor een overval. Als je zoiets wil, dan moet je de mensen meenemen. Nou, ten eerste je fans, maar ook andere organisaties zoals de FIFA, UEFA. De andere clubs, de bonden, de leagues, de spelers. En dat is allemaal niet gebeurd. Het is gewoon een pure overval geweest. Ja, en dan heb je heel snel kans dat de mensen zich tegen je gaan keren. Ik heb het ooit eerder zelf meegemaakt met Sport 7 in 1996. Voor een patatje kon je dan betaald voetbal kijken. Zoveel als je wilde. En dat was de beginfase van abonnee-tv. Ja, dat heeft het ook niet gehaald. Hè. Daar waren de mensen toen op dat moment ook erg tegen. Ja, en dan gaat zo'n initiatief sneuvelt. En dan zie je 25 jaar later is het de gewoonste zaak van de wereld. Dus ik denk dat dat met deze Super League ook op die manier zal gaan. Ja, en UEFA, die reageerde echt furieus. Hele harde dreigementen. Clubs die niet meer in de competitie mee mochten doen. Spelers die niet meer aan EK's mee mochten doen. Er werd echt heel zwaar gedreigd. Ja, nou, je zegt het goed. Het waren inderdaad allemaal dreigementen, maar het waren ook op zich allemaal loze dreigementen die voor rechter nooit stand zouden hebben gehouden. Je bent vrij om iets te organiseren, maar daarna speelt het ook mee dat spelers zijn werknemers. Die hebben ook recht op arbeid, dus je kan niet zomaar zeggen, we halen jullie uit de Champions League bijvoorbeeld. Dat is gewoon een disproportionele sanctie. En wie zegt dat UEFA en FIFA het alleen recht hebben om competities te organiseren? Nou, dat zijn zaken die een rechter allemaal meeweegt. Dus ik denk dat die soep lang niet zo heet gegeten zou worden als die zou worden opgediend. Maar het geeft natuurlijk wel een beetje weer wat voor sfeer op dat moment heerst. En dit was op dit moment voor de UEFA de enige mogelijkheid om de eigen positie gewoon te bepalen en te houden zoals ze die hebben. Maar op termijn zal dat niet houdbaar zijn. Hè? Ik denk dat we hierover 20 jaar op terugkijken als een hele kleine rimpeling. En dat we dan naar een heel ander voetballandschap zitten te kijken. Ja, en toch, Valentijn, het gaat over miljarden. Voetbal is een heel groot bedrijf. Ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat het wel een beetje amateuristisch is gegaan. Want de mensen die dit bedacht hadden, die wisten dat dit zou gaan gebeuren. En het stort zo snel in elkaar dat je denkt van jongens, hebben we genoeg IQ over dit soort plannen heen kunnen gooien? Het is een beetje amateuristisch, toch dit? Nou, helemaal gelijk. Dit is zeker amateuristisch. Ze hebben absoluut geen rekening gehouden met, je zegt van ze hadden kunnen weten, de reacties kunnen inschatten. Maar ze hebben gewoon helemaal geen rekening gehouden met dit soort reacties. Zij zaten inderdaad op een enorme zak met geld en dachten daarmee alles te kunnen kopen. Maar ja, dat is op dit moment is dat gewoon onmogelijk. En de reacties vanuit de voetballerij zelf, ja, die waren natuurlijk dodelijk voor dit initiatief. En daar had gewoon, wat ik eerder zei, veel betere regie op gevoerd moeten worden. En dus kan je dit bestempelen als heel amateuristisch. En deze mensen, ja, die hoeven dit natuurlijk niet nog een keer te proberen. De Woodwards en de Agnelli's van deze wereld. En de Florentino Perez van Real Madrid, die zijn uitgespeeld. Hun rol is uitgespeeld. Maar over 15 jaar staan er weer andere mensen. En dan zullen die het proberen. Maar dit initiatief, ja, het waren 2 mooie dagen. En that's it. Ajax was meteen tegen het plan. Ze plaatsten ook meteen een gifje op Twitter. Het liep snel uit de hand, zeg maar. Snap jij dat ze tegen waren? Nou, Ajax was denk ik niet zo tegen. Ajax zat in een enorm spagaat. Edwin van der Sar, de directeur, die was betrokken geweest bij de nieuwe opzet van de Champions League na 2024. En die werd ook overvallen door dit hele initiatief. Maar Ajax wil wel graag tot de top behoren. En dan kan je zeggen van oké, ja, dit is geïmplodeerd, dit initiatief. Maar uiteindelijk gaat dit initiatief komen en dan wil Ajax er gewoon dolgraag bij zijn. Want Ajax wil in de top van de wereld spelen. Dat is het uitgangspunt wat Van der Sar en Overmars natuurlijk iedere keer verklaren.
Dus als dit de top van de wereld wordt, dan wil je daarbij horen. En nu is het natuurlijk falikant mislukt. Ja, en daar kan je natuurlijk lacherig over doen. Maar uiteindelijk zit Ajax dadelijk heel graag aan tafel met dit soort clubs om mee te doen aan een volgende competitie. Er kwam ook veel kritiek van de spelers, hè? Ook captains in Engeland die zouden met elkaar in gesprek gaan. Is dat logisch of is dit ook een beetje opportunisme? Want ook spelers zijn volgens mij best gevoelig voor geld. Nou ja, je geeft het antwoord zelf al. Hè. Dit is natuurlijk heel opportunistisch van spelers. Maar deze spelers verdienen zoveel. Dus ja, die zitten niet te wachten op misschien een half miljoen meer of een miljoen meer. Maar uiteindelijk zouden ze allemaal hebben gekozen voor die Super League als dat door zou zijn gegaan. Want daar valt natuurlijk nog veel meer geld in te verdienen. En ja, ieder individu en iedere voetballer is ook belust op geld. Dat is wel duidelijk gebleken. En dat zie je iedere contractbespreking die ze voeren met de topclubs. Dus nou, kijk, dat zijn allemaal een beetje van die achterhoede gevechten uiteindelijk als zo'n Super League zou komen. Op dit moment, ik kan me voorstellen, de mens is niet geneigd om snel te veranderen. Denkt vaak niet innovatief. Wil liefst alles bij het oude houden. Dat is lekker zeker. Maar ja, op een gegeven moment de wereld gaat doordraaien. En alles heeft te maken met de timing en met de snelheid waarmee je iets wil. En dat is gewoon volledig uit de hand gelopen. Dat is volledig verkeerd ingeschat. Maar ja, voor de derde keer, die Super League gaat er uiteindelijk komen. En dan gaan er ook allemaal de beste spelers voetballen. Want de beste spelers willen toch tegen de beste spelers voetballen. En die willen het meeste geld verdienen. En dat is uiteindelijk, misschien niet over 5 jaar of over 10 jaar. En misschien maken wij het niet mee. Maar is dat toch de toekomst? Je zei het net al, hè. Sommige mensen trekken hun consequenties. Zoals Ed Woodward van Manchester United. Die stapte eind 2021 op. En Andrea Agnelli die gaf een heel pijnlijk interview. Zo van, dit is de weg die we moeten gaan. Terwijl het tegelijkertijd, als het interview uitkomt, al in elkaar is gestort. Ja, je noemde net al wat andere namen. Hè? Er zullen wel wat meer koppen gaan rollen, denk je? Nou, dat is wel zeker. En misschien rollen ze niet direct. Maar de clubs die hier aan mee hebben gedaan en de directeuren die hiervoor hebben ingeschreven, ja, die zijn in feite natuurlijk ongeloofwaardig. Als je ziet hoe makkelijk ze elkaar hebben losgelaten. Met de Engelsen voorop gisteren natuurlijk. Met Manchester City en Chelsea. Dit zijn allemaal mensen die we in de toekomst van het voetbal natuurlijk niet meer gaan zien. In ieder geval de directeuren niet. De eigenaren, dat is natuurlijk weer een ander verhaal. Die eigenaren denken in feite ook alleen maar aan geld. En ja, de eigenaren van Manchester City bijvoorbeeld, ja, die blijven gewoon zitten. En als er dadelijk weer een nieuw initiatief komt, dan schuiven ze weer een andere directeur naar voren. Die zegt van, ja prima, we doen mee en we moeten meedoen. Want we willen op het hoogste niveau blijven acteren. We willen het meeste geld binnenhalen om de duurste spelers te kunnen contracteren. Dus ja, ik denk uiteindelijk zullen de rol van deze mensen uitgespeeld zijn. Maar de mensen achter de schermen, de eigenaren, die zullen blijven proberen om uiteindelijk ooit tot de Super League te komen. Ja, maar dan is de conclusie die ik dan uit jouw mond hoor van, hij gaat er ooit komen. Hè? Het zijn profetische woorden, kun je er ooit op afrekenen over 20 jaar. Maar je moet wel de huidige voetbalbonden, die moet je daarin meenemen. Want anders is per definitie een doodgeboren kindje. Ja, nou, het is duidelijk gebleken dat een revolutie niet werkt en dat dat een proces is wat je moet ondergaan. En ja, dat is wel de wijze les. En in zo'n proces moet je iedereen meenemen. De fans voorop eigenlijk. Kijk, als je die mee hebt, dan kan je een hele hoop bewerkstelligen. Nou, die waren nu falikant tegen. Dus het is zaak om de komende jaren de fans voor warm te maken. En ik denk dat je de fans heel snel warm voor kan maken. Gisteren heb ik een wedstrijd gezien tussen Chelsea en Brighton Hove en Albion. 0-0. Nou, die was niet om aan te zien. En vorige week heb ik een geweldige wedstrijd gezien tussen Chelsea en FC Porto in de kwartfinale van de Champions League. Ja, en uiteindelijk wil je daarnaar kijken. En de televisie kijken en de supporters zitten op dat soort wedstrijden te wachten. En niet op van die potjes zoals gisteravond. Dus, maar het is een kwestie van tijd gewoon. En ja, wat zei Cruijff altijd, wie een visie heeft, wordt altijd als gek neergezet. En uiteindelijk zal die verandering toch gaan komen. Valentin Driessen, dankjewel.